In de uiterwaarden van de IJssel staat Huis IJsselstein. Het huis staat gepland voor de sloop. En we gaan samen met Johan van Leeuwen terug naar het huis waar hij 40 jaar in heeft gewoond. Een jaar of 4 geleden was ik hier voor het laatst nog in het pand geweest. Even rondgekeken. En sindsdien hou ik het vanaf de dijk in de gaten. De hoogste stand in 1995, dat is deze plek. Precies tot de scheiding van de verflaag. Het huis heeft niet zo vaak onder water gestaan. De jaren 70 2 keer, jaren 80 ook en de jaren 90 3 keer. Maar in de jaren 90 waren de waterstanden wel extreem hoog, zodat we in deze ruimte stond een 80 centimeter water. Bang ben ik nooit geweest, nee. Nee, ook het hoge water zelf, als het dan zover was, het had ook wel iets. Je zit op een eiland, hè, mensen kunnen niet zomaar bij je komen, dat is op zich al iets bijzonders. Je hebt altijd wat extra aanloop, mensen die het toch even willen zien. Dat zijn de leuke dingen natuurlijk. Mijn ouders zijn hier begonnen, dus ik ben hier opgegroeid en ik heb het van mijn ouders overgenomen. Ik heb niet zozeer heimwee naar het huis, wel naar de IJssel, waar ik toch ook nog wel regelmatig kom. Ja, je hebt hier natuurlijk je herinneringen liggen, maar we hebben daar een 8-9 jaar geleden afstand van gedaan. En het zij zo. Het is een oud pand. Ik zie dat ook natuurlijk en om dat te renoveren zal best wel, dat kost nogal wat. Dus is het wellicht beter om iets anders neer te zetten, iets mooiers. Ik zal het huis niet missen, nee. Nee, wat ik zal missen, dat zal de IJssel zijn, maar dat zei ik al, daar vind ik mijn weg wel in.